Want de Telegraaf meldde vandaag dat Anton Veldkamp, de inmiddels ex-vriend kunnen we wel zeggen van Andrea, dat hij een bezoek zou brengen aan het Utopiahuis. Dat blijkt niet zo te zijn. Wij hebben het gecheckt bij Anton. Hij zegt, ik weet nergens van en ik ben het eerlijk gezegd ook absoluut niet van plan. En nog een laatste nieuwtje over Utopia. Het is inmiddels ook verkocht aan Turkije. Dus ik dacht dat je het nieuws over de heftige seks ging hebben die er... Dan mag jij het nog even afschrijven. Nee, 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 n